De provincie is niet Volendam. Dat vind ik ook altijd zo. De NPO denkt: oh, dan doen we Volendam en dan doen we Kees Stol en Nick en Simon ja. met zo'n accentje. En dan hebben we, nou, dan hebben we dat ook gecoverd. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. De provincie is veel meer dan dat. Van harte welkom in de BM Media Lounge. We zitten er. Een beetje oud gevoel dit. Voor jou niet. Jij zit. Eigenlijk iedere dag wel ergens in een talkshow. <laughs> nou, de laatste tijd wel, ja. Ja, Tina Nijkamp. Ja, hartstikke ja. leuk. Gezellig. D dit, is, dit is een bijzonder moment, voor mij in ieder geval. Super gaaf. Um, ja, ik heb je uitgenodigd, want er is een soort van. Ja, je bent een, met, een, met een imperium bezig. <lacht> ja, <lacht> nou, dat niet, maar Jawel. het is een, een, een uit de hand gelopen hobby, inderdaad. En je hebt 30.000 volgers op Instagram. Uh, je hebt een dagelijkse podcast. Je hebt een column in de Telegraaf. Uh, wat doe je nog niet? Wat is de volgende stap? Nee, nou, ik ben net met die podcast begonnen. En uh, vorige maand eigenlijk. Dus uh, ja, ik ben... Uh, ja, daar wel heel, ja, dat is wel heel veel werk. Dus ik vind het voorlopig wel eventjes uh, genoeg. Ja. Ik heb die podcast doe ik dan altijd ochtends. Dus uh, ja, in de ochtend ben ik eigenlijk altijd wel helemaal bezig. Ja. Nee, maar goed, in, in ons wereldje, als je iets hebt wat werkt... dan denk je gelijk al, oh ja, misschien kan ik dat. En dan in de toekomst kan ik er misschien wel dat van maken. Dat doe jij ook. Ja, dat is dus niet zo helemaal. Kijk, ik ben begonnen met dat Instagram als een soort hobby. Omdat ik natuurlijk na mijn SBS-tijd. Uh, ja, heb ik, ben ik gaan freelancen. En ik heb ook de hele tijd uh, helemaal niks gedaan. alleen voor mijn gezin gezorgd. Mm -hmm. En uh, toen ik dat Instagram had ontdekt. iemand zei van. ja, je moet op Instagram. Dus toen ben ik op Instagram gegaan. En toen ben ik die kijkcijfers op, ja, gaan delen. en uh, dingetjes die me opvielen. En uh, dat liep dus uit de hand. Het ja. werd echt een dingetje. Hartstikke leuk. Mediacourant pakte dat ook op. Was hartstikke leuk. Ja. Dus, uh, en het werd steeds groter. En toen dacht ik niet van, oh, nu wil ik een podcast of zo. Maar ik werd wel daardoor natuurlijk ook gevraagd voor talkshows, voor ja. boulevard, voor shownieuws. Ja. En ook door mensen die zeiden, ik wil met jou een podcast. Ja, maar wat kan er dan nog meer? Ja. Hè, want je staat nu al in de top 1, 2 of 3 hè, van best beluisterde media podcast. Je, je bent de meest gevraagde talkshow gast als het gaat over televisie, media. daar is er ook best wel wat aan de hand natuurlijk de laatste tijd. Uh, je hebt een column. Wat is dan next? Gaan we een boek? Komt er een film? Uh, nee, nou, nee, <laughs> ik heb daar nog niet eens over nagedacht. Nee, ik vind die podcast hartstikke leuk en ik ja. wil ook dat Instagram uh, uh, graag blijven doen. Ja, maar je bent nu opeens een bekende Nederlander. Ja, nou, ja, dat en ik... ik weet, want oh. ik moest vroeger bij jou pitchen natuurlijk. Ja. Je hebt een stevige mening over bekende Nederlanders. Ja, nou, ik heb overal natuurlijk wel een mening over. Maar ja. ik probeer wel. Ook op mijn, in, in mijn Instagram en ook in mijn podcast. Het nooit te persoonlijk te maken. Dus ik ben nooit ook een. Uh, ik heb niet een mening over die vind ik heel stom. Of ik recenseer geen TV-programma's ook. Hè. Ik probeer het wel ook algemeen. Een beetje in het licht van de media uh, te zien. Alleen als ik echt iets heel stom vind. Dan, ja, goed, dan zeg ik het wel. Ja. Maar ik zal nooit zeggen. Die en die presentator vind ik echt uh, niks kunnen. Maar vind nee, je dat, dat je niet. juice maakt? Nee, dat vind ik. Ik niet. Nee, ik maak natuurlijk niet uh, geen juice. Ik breng wel nieuwtjes die ik dan eigenlijk ontdek op LinkedIn bijvoorbeeld in mijn podcast. Yeah. Maar dat zijn dingen die eigenlijk al openbaar maken, omdat de makers die zelf openbaar hebben gezet. Maar ik ga geen uh, uh, geheimen of zo, dat vertel ik niet. Ik nee. weet natuurlijk heel veel van hoe het achter de schermen gaat. Yeah. En soms deel ik daar natuurlijk wel eens wat over. Ja, je wat je het, omdat ik wel... het leuk vind om te weten dat <coughs> mensen zien hoe duur bijvoorbeeld een talentjacht is, ja. dat dat veel duurder is dan ik vertrek. Nee, okay. dat is natuurlijk geen juice. He, maar als het nu recent gaat over uh, bedhuisjes, ja. dan heb jij wel echt een... Ja, dan, dan staat het er ook. Ik, ik, bizar dat dit niet... Dit, zus, uh, ik zei het toch en nou? En wordt het nou eindelijk op? En bizar vreemd dat de MP En kijk naar deze reactie. Het is toch wel redelijk... Opinierend, het is toch een ja, dat zeker, omdat ik uh, kijk, dat is natuurlijk wel goed, fijn aan een eigen Instagram account sowieso: dat je dingen kunt delen die je zelf vindt. En ik ja. ben verder aan niemand of geen enkel, ja, niks verbonden. Dus ik kan nu, anders dan toen ik bij SBS6 zat, natuurlijk ook iets meer mijn mening uh, ja. ventileren. Ja. En uh, ik erger me ook heel erg aan, vooral eigenlijk aan die. Ons kent, ons cultuur, bijvoorbeeld bij de NPO, dat ja. vind ik heel vervelend. Ik, ik, vind het, uh, ik erg me daar al jaren aan dat dat zo'n gesloten bolwerk is. En dat, dat allemaal um, vriendjes van vriendjes weer op plekken komen. En dat daar ook niks tegen gedaan kan worden. Dat daar geen vrouwen op belangrijke plekken zitten, maar behalve een vrouw NPO-voorzitter is. Maar dat ja. is eigenlijk ook ja. Nou, ik vind het denk ik van... Ja, zij heeft bijvoorbeeld geen tv-ervaring. Nee. Zij komt uit een... Dus het wordt altijd... Al die bestuurders worden dan uit allerlei andere sectoren gevonden. Ja. Heel weinig tv-makers aan de macht. Bijvoorbeeld ook Bert Huisje zelf is een krantenjournalist. Heeft nooit zelf televisie gemaakt. Totdat hij opeens de directeur werd van een omroep. Ja, dat is natuurlijk best een gekke situatie. Ja. Dat je... Als je iets anders doet, opeens directeur wordt van een heel ander bedrijf. Ja, en dat ik... vind ik belangrijk om aan te kaarten, ook om het transparanter te laten maken. En uh, daarom doe ik dat. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat bijvoorbeeld columnist Angela de Jong daar heel veel aan bij heeft gedragen aan het transparanter laten worden van de tv-wereld. Dat ja. minder onder uh, ja, dat alles weg wordt gestopt en in de doofpot wordt gestopt. Ja. Ja. Vind je dat je nog recht van spreken hebt op elk thema? En dat bedoel ik mee, hè? recent was dan uh, Joost Klein en... Uh de première van zijn ja? Europa -pa liedje. Nou, daar heb je best stevige statements op gemaakt van Bollard. Nou, nou <laughs> van... stevig. Jij maakt het zelf <laughs> <het> juice. <laughs> <Best. laughs> ik zeg gewoon, ik ja, maar... vind het een raar tijdstip. Ja, maar je gaf ook aan van dit hoort bij uh, Sofie en Jeroen. Dit hoort op een primetime tv-programma. Ja, kijk, jij, le jij leest het al niet goed, want jij zegt, jij hoort, dat zeg ik niet. Ik zeg uh, ik vind het een opmerkelijk tijdstip kwart voor vijf. Ja. Omdat dan mensen natuurlijk werken. Dus ik zou dat om zeven uur nee, hebben. Ja, dat meegegezet. is ook zo. En, en op zich is dat ook een logische uitspraak van iemand die uit de traditionele kant komt. Eh, maar ik denk dat dit nummer nog nooit een grotere uh, première boost heeft gekregen bij jongere mensen. Ik, ik, ik checkte het net nog eventjes. We zijn nu een dag. Nee, na maar ik zeg, ik zeg ook niet dat het verkeerd is. Nee. Nou ja, dit was, het was wel zo. Van, ik vraag me soms af van. Hè, ik hou van die stevige mening. Ik ben de eerste die jouw Instagram checkt. Vroeger werd ik wakker met de kijkcijfers met die, met die uh, uh, online. Dat mag ik nu niet meer in, natuurlijk. Nee. Dus nu luister ik naar je podcast en kijk ik naar jou. Ja, hè? Nou leuk. Maar ik vraag me soms af van kijk je niet te veel door de ogen van iemand die, zeg maar, traditioneel televisie heeft gemaakt? Ja, dat is wel een vraag die ik heel vaak krijg, krijg natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd als je over lineaire televisie uh, bericht. of als je directeur bent, zoals Peter van der Vos, zal die vraag ook heel veel uh, krijgen. Of in ieder geval bij SBS sowieso, omdat die natuurlijk geen Videoland hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo, want ik kijk natuurlijk ook naar streamingdiensten. Maar ik, vanuit mijn ervaring en gewoon ook vanuit mijn eigen mening. Vind ik, vind ik kwart voor vijf een gek tijdstip, omdat ik dan op mijn werk zit en dan moet ik nog iets afmaken voor mijn baas, bij wijze van spreken. En of ik dat nou op uh, uh, online bekijk of televisie. Dat doet er dan niet toe. Ik vind het gewoon aan zich een raar tijdstip. En ik vind het heel erg vanuit de organisatie gedacht. Omdat ik het wel snap. Want zij hebben dat gedaan. Zodat ze dan s'avonds uh, dat allemaal in Editie NL en Boulevard en RTL Nieuws en Journaal. Dan kan het allemaal meegenomen worden. Slim. Ik snap het wel. Maar, uh, en ik vond het raar. Omdat het, dat was eigenlijk vooral mijn commentaar. Dat tijdstip. Maar ook dat het zo last minute besloten was. Denk ik. Als je dat dan doet. Kondig het dan gewoon een maand of twee maanden van tevoren aan dan en dan om kwart voor vijf. Dus ik, dat begreep ik niet zo goed dat het opeens op een herhalingsplek stond, dat het niet aangekondigd was. Dat vond ik raar. Ja. Maar ik van vond al... het verder. Kijk, jij doet nu net als van, ja, je had daar stevig commentaar. Ja, ja, Uiteindelijk. Ik, ik, luister, ik ben nu in de Jeroen Pauw positie. Ik moet wel eventjes ja, wat doen. Oh, je natuurlijk. Vast ja, je moet wat kritische vragen. Nou, volgende kritische vraag. Nee, joh, Nee, nee ik maakt niet uit. Hoor. Ik vind ik het, het een imperium, en ik vraag me ook dingen af. Imperium. Um, ja. We kennen elkaar lang. Ik heb vroeger ja. bij jou proberen te pitchen natuurlijk. En je was altijd iemand die uh, uh, ja, uh, vanuit een blik kijkt naar, naar uh, projecten van dat begrijpen ze niet buiten de Randstad. Dus dat doen we niet. Hè? Je was heel kort op dat stuk. Daar ben je heel fel op en eigenlijk is dat, zit dat nog steeds wel in je. Is dat ook uh, waarom er symbolisch in jouw Instagram bio staat boerendochter? Uh, ja, nou dat doe ik omdat ik daar heel trots op ben. Uh, omdat mijn ouders ook zijn overleden. Dus het is voor mij uh, ja, een soort eerbetoon dat dat overal in mee wordt genomen. Als je kijkt ook op mijn persoonlijke berichten, zie je ook heel veel eigenlijk alleen familiefoto's. En uh, bijvoorbeeld mijn zus die is overleden of mijn ouders, die, wil ik daar, ja, die hou ik op die manier bij mij. En ik, ook in mijn bio staat een filmpje daaronder, dat gaat ook over mijn... Mijn, over mijn familie, eigenlijk. Uh, dus dat is daarom. En ik ben er ook heel trots op. En dat is ook omdat ik weet vanuit vroeger hoe moeilijk het is om uit Badme in de wereld terecht te komen, in de tv-wereld. Dat, dat gaat niet vanzelf. Ja. Het is me niet cadeau gegeven, zeg maar. Ik heb er hard voor moeten werken en moeten solliciteren en alles. En dat is ook prima. Dat is ook helemaal niet raar of zo. Maar uh, het is natuurlijk wel, je staat altijd op, uh, ook door je accent of door hè, ik praat ook nog steeds als ik erover praat, ook sowieso, sta je al een beetje 10-0 achter in Hilversum en Amsterdam. Ook op de universiteit waar ik ging studeren. Ja, kijk, mijn ouders lazen alleen een regionale krant en hadden de encyclopedie in de kast staan. Ja. En ik kwam in een volkskrant milieu met boekenkasten vol met uh, Kafka en weet ik veel wat allemaal. En daar hmm. moest ik mee omleren gaan. Ja. En uh, dus in die zin is dat dat boeren. Hey, het, meisje, het meisje kan uit het dorp gaan, maar het dorp gaat nooit uit het meisje. En dat zit, dat er zit heel in. erg in mij. Maar ja, staat en en ook nou, met, met, met dat soort ogen, dat je kijkt naar datgene wat er nu gebeurt, van jongens, dit is eigenlijk alles wat er nu aan misstanden of aan problematiek of aan ruzies of aan nou ja, lijken uit de kast uh, komt, uh, bekijk je dat vanuit die blik van ja, die elitaire shit. Ik, ik, jongens, ik moet daar wat van vinden. Nou, ik moet er niet wat van vinden. Maar ik vind wel dat uh, niet iedereen in de televisiewereld een eerlijke kans krijgt. Nee. Uh, hè? Dus dat, daar komt dat denk ik wel vandaan. Dus wat ik al zei, de NPO is een hele gesloten bolwerk. Hè, als je bij een commerciële zender al hebt gewerkt, kom je daar al bij wijze van spreken niet binnen. Als je niet de juiste mensen kent bij nee. de NPO. Uh, dat en uh, ook sowieso in de televisiewereld. Ik, en ik vind ook dat de NPO heel erg op de gachtengordel gericht is. En ook RTL4 en SB. 6 best wel stedelijk waren voordat ik bij SBS6 kwam. En ik probeerde heel erg die provincie, dat de mensen... in de, Kijk, ja. de provincie is niet Volendam. Dat vind ik ook altijd zo. De NPO denkt, oh, dan doen we Volendam. En dan doen we Kees Stol en Nick en Simon mm. met zo'n accentje. En dan hebben, nou, ja. dan hebben we dat ook gecoverd. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. De provincie ja. is veel meer dan dat. en Denk, Vind, uh, vind jij ja, dat, dat... dat je de NPO op waarde schat in de zin dat ze ook een taak hebben... Zeker, dat vind want, want, ik ook. Want ik zie heel vaak, uh, en, en terecht voor mensen die een klein beetje verstand hebben van programmeren, kun je fouten zien of dingen die anders ja. al beter zouden kunnen. Hè? Daar is daar een taak te volbrengen, of je dat nou goed vindt of slecht vindt. Hè? Maar dat hebben zij natuurlijk wel mee te dragen. Heb, hou je daar rekening mee? Of. Ja, dat, ik vind, daarom vind ik het ook zo jammer dat ze die programmering niet op orde hebben. Mm. Hè, dus uh, bijvoorbeeld, dan hebben ze het rampjaar 1672. Een hele mooie ja. serie. Ik weet niet of je hem hebt gezien, nou, een hele mooie documentaire serie van de NTR vorig jaar. Uh, en die wordt dan geprogrammeerd op, uh, na nieuws 2220 op NPO 2. Terwijl ik denk, oh, wat jammer. Had daar nou meer mensen mee kennis laten maken? En had dat op NPO 1 om half negen uitgezonden. Dan weet ja. ik zeker dat het ook een miljoen kijkers had gehad. Ja. Dus het is. Ik vind het jammer dat ze, ze hebben heel veel, ze hebben ook heel veel geld te besteden. En dat dat dan door verkeerde programmering, dat alles zo wegvloeit. Dat alles mm. zo niet gezien wordt. Dat het allemaal flops worden. Dat, mm. het, dat vind ik jammer. Ja. 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 Da dat dat wel, vind ik jammer. natuurlijk wel vanuit, echt wel vanuit een, een, een commerciële uh, gedachte in de zin van wat scoort kort waar. En, en dat, is, nou, dat, is, vind... dat is iets anders, denk ik, bij de publieke omroep. Andere vraag die ik je wil ja. stellen. Uh, jij mist Gerard Joling als host, hè? Ja, nou, ja. Ik, vind wel, ja, ik vind het wel jammer, ja. 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 Ik vind hem heel leuk en ik vond hem bij SBS6 was hij natuurlijk heel ja. belangrijk. Hij heeft ja. uh, mede aan de wieg gestaan van dat SBS6 echt een familiezender werd. Ja. Samen met uh, Patty Bart en Nens ook, ja. overigens. Ja, maar jij wil hem echt uh, op primetime als host. Komt er komt een nieuw programma, dan zeg je... Ja, eigenlijk doe ik dat een beetje omdat ik weet dat Peter van der Vorst het ook leest. En ja. bij RTL leest iedereen het ook. En dan denk ik, misschien wordt hij dan nu een keer. Ja, maar gevraagd. misschien juist niet. Misschien moet je eens een keer zeggen: het ja, is nou typisch niet voor Gerard Joling. Dat moet je niet doen. Nee, misschien dat moet dat ik dat doen. Dat Natuurlijk. ik, oh nee, je moet Gerard Joling niet inzetten. Ja, precies. Dan Als je een week dan... lang geen tv mag kijken hè? en op zondag ja. word je dan wakker en, dan, en dan, dan wordt er gezegd: nou, vijf programma's van de afgelopen week, maar even random uit. De tegenwoordige tijd. Hè? Wat zijn dan die vijf programma's die je al zo gaat afspelen? Wat is echt? Ja, waar maar, 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 maar. kan je hiervoor je wakker maken? Uh, nou, ik kijk altijd naar Vi. Uh, ik kijk eigenlijk heel vaak naar live televisie, dus eigenlijk alle, alle talkshows. Umberto uh, op een overigens niet. Uh, even tot hier vind ik heel leuk. Um, nou, even kijken. Denk het aan Holland, vind ik heel hmm. leuk. Um, en wat nog meer? Nou. Ja. Of dat dat het wel zo'n beetje is? is, is. Dat, kan dat nog verder groeien, het commentaartv? En commentaartv bedoel ik dan mee... Uh, alle talkshows, uh, shownieuws, uh, RTL Boulevard. Het is eigenlijk commentaar leveren op datgene wat er in de media gebeurt. Hè? Vroeger had je dan gewoon entertainmentprogramma's. En eens in de zoveel tijd gingen de mensen daarover praten. Ja. Tegenwoordig bestaat zeg maar 60% uit commentatoren. Dus mensen die iets ervan vinden... Hè, ten ja. opzichte van de entertainment of infotainment zelf. Ja. Is dat nu op zijn top of gaan we nog veel meer krijgen? Gaan we nog Wies de Mol nog een keer analyseren? Gaat dat ook komen met soortige programma's. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk wel dat dat meer, dat dat zeker niet minder wordt. Ik, als ik kijk ook ja. naar de kijkcijfers van RTL van overigens ook een programma wat ik wel elke dag kijk, um, zie je dat dat alleen maar stijgt uh, en eigenlijk ook alle programma's waarin die jij nu waar jij nu aan ja. refereert, dat dat is echt heel populair. Ja. Dus kijk, ik denk dat het heel de toekomst van televisie ook heel erg in dat live zit, hè? Dus dat je er live bij bent, het onverwachte, kun jij daarbij zijn. Dus bij VI. Je kijkt ook omdat je weet er kan wat onverwachts gebeuren. Ja. Bij RTL Boulevard, weet je, oh ja, het echt het laatste nieuws hoor ik hier. Uh, dus sport, ja, live, je wilt daarbij zijn. Ja. Dus evenementen, televisie, ik denk dat dat uh, heel erg blijft. Ja. Uh, nu heb je bijna alles al gedaan, hè? in televisieland in ieder geval. Nu ben je bekende Nederlander aan het worden. Zien we je ooit als presentatrice ergens? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee. nee. ik denk ook niet dat ik dat goed kan. En uh, nee, ik vind het ook wel tijd voor een nieuwe generatie. Ja, eigenlijk, dat vind ik namelijk een probleem met televisie. Ik vind dat er wel heel veel oude mensen zitten. Ja. Maar is ik het vind ook, eigenlijk is dit dat een beetje niet... tijd voor wat jonge Ja, wat maar, jong maar is het ook niet zo dat de kijker misschien. Ook niet meer zo heel jong is? Nee, maar dit is natuurlijk wel een kip-en-ei-verhaal. Ik denk als je wat... Kijk, mijn kinderen zeggen... Oh, weer een opa of oma op televisie. Kijk, en als je jongere mensen... Zoals bijvoorbeeld Sojkroon. Soy die vindt mijn zoon dan bijvoorbeeld heel leuk. Ja. ja, die moeten dan wel kansen krijgen. En jij denkt dat Sojkroon jongere mensen... weer terug naar de televisie kan brengen? Nou, kijk, het is niet zo'n één-op-één... natuurlijk uh, causaal verband. Maar het is wel zo dat het niet helpt... dat alleen maar opa's en oma's... Uh, jongere mensen... Uh, ja, dat schikt natuurlijk wel een beetje af. Ja. Ik vond het een eer. Nou, ik vond het hartstikke ja, ik leuk. ik vond dit geweldig. Nou, helemaal goed. We zaten in de BN Media Lounge. Ja, ja en het precies. Het compliment is dat je, toen ik je uitnodigde, daarna werd je nog een keer door iemand uitgenodigd. Ja. Maar jij zei nee. Ik zei nee. Ik zit bij mat. Ik zit bij mat. Heel goed. Oude, oude bekende. Volgende.